Dan mag ik nu het woord geven aan de heer Wilders van de PVV. Mevrouw de voorzitter, ook ik zou willen beginnen met een woord van dank aan de minister-president voor zijn antwoorden in eerste termijn. Voorzitter, dan iets over de toon van het debat vandaag en gisteren. Mijn partij, de PVV, is gewend om scherp aan de wind te zeilen. Geen golf is ons te hoog. Maar helaas is het weer bij de selectieve verontwaardiging gebleven die de boventoon voert in dit huis. Blijkbaar slaagt de linkse kerk er niet in om ons met argumenten te bestrijden. Blijkbaar is onze bijdrage aan dit kabinet te solide om het ons inhoudelijk moeilijk te maken. Voorzitter, als meneer Roemer zich zo opwindt over het taalgebruik van de PVV, waar was dan zijn morele verontwaardiging toen meneer Marijnissen nota bene een minister aanduidde als flapdrol? Waar was zijn afkeuring toen diezelfde Marijnis het had over effe dimmen? Waarom lopen SP-Kamerleden mee op een betoging waar wordt geroepen Hamas, Hamas, Joden aan het gas? Toen zaten zijn Maoïstische vuistjes blijkbaar diep in zijn oren. Voorzitter, meneer Cohen trilt helemaal van boosheid als ik hem de bedrijfspoedel van Rutte 1 noem. Maar toen Partij van de Arbeid premier Wim Kok premier Balkenende uitmaakte voor het schoothondje van Bush, hebben we niets gehoord uit de grachtengordel. Waar was toen uw verontwaardiging? En waarom zwijgt de heer Cohen als Ella Vogelaar de Partij voor de Vrijheid vergelijkt met de NSB? Net zoals collega Cohen-voorzitter stil was en is als het PvdA-vehikel de VARA mij keer op keer vergelijkt met Hitler. Of als Paul de Leeuw heel vrolijk zingt: ik ben zo vrolijk, want die Geert Wilders die is dood. Waar was u al die momenten, vraag ik via u, mevrouw de voorzitter, de heer Cohen, met uw morele verontwaardiging? Waar bent u als ik op de VARA-website Joop word afgebeeld met een schaar in mijn keel? Waar was de Partij van de Arbeid toen het PvdA-Kamerlid Samson op televisie zei dat Wilders het fascisme vertegenwoordigt? Voorzitter, en de heiligheid van collega Pechtold is ook maar betrekkelijk. Was hij het niet die een kabinet vies en voos noemde? Betitelde hij mij niet hier in de Kamer als xenofoob en extremist? Was het niet de heer Bert Bakker van de D66-fractie die de PVV als tuig aanduidde? Voorzitter, het was oorverdovend stil. Meneer Samson. Voorzitter, ik wil graag een persoonlijk feit maken. De heer Wilders citeert mij verkeerd. Als hij het fragment waar hij naar verwijst goed terugluistert, dan zal hij zien dat ik juist omstandig het omgekeerde heb uitgelegd. Maar dat was kennelijk niet aan de heer Wilders besteed. Goed, ik zal het nog eens nakijken. Zo heb ik het niet begrepen. Als dat zo is, dan geef ik u dat graag toe. Graag gedaan. Voorzitter, en dan valt nu het hele politieke establishment over mij heen als ik iemand een bedrijfspoedel noem. En ik zeg ook nu met opgeheven hoofd tegen de heren Roemer, Cohen en Pechtold, al die meters met twee maten, al die schijnheiligen van de linkse kerk, doe eens normaal, mannen. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid tekent voor dit kabinet en daar zijn wij trots op. Op veel plekken komt Nederland nu eindelijk in beweging. Wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat in Nederland ons PVV-geluid zo herkenbaar zijn stempel zou drukken op het regeerbeleid? Op immigratie, op asiel, op veiligheid, op zorg. Al die punten waar het kabinet het goed doet, klinkt ook onze stem luid en duidelijk door. En het schip van staat vaart dan ook vrolijk door. De koers is helder en kapitein Mark doet het goed. We zwaaien vanaf de boot naar zuur links, dat onmachtig een vuistje probeert te maken.
En op het strand staat mevrouw Sap nog wat te klungelen en te oefenen met haar stekker.